God. Oh, die was pijnlijk, ouwe. Yo, dan, goedemorgen jongens. We zijn vandaag bij een nieuwe JumpXL zaal. Dit is JumpXL Waalwijk. Je hebt ziek veel van deze trampoline. Daarnaast zijn er ook nog een paar verschillende area's met een battlebeam, een blokkenbak en weet ik wat allemaal. We gaan vandaag hier dus een Game of Flip spelen en dat is echt al heel lang geleden. Dus ik denk dat heel veel van jullie dat niet eens kennen. Game of Flip werkt dus eigenlijk zo. Je doet om de beurt een flip en als je hem niet na kan doen, dan krijg je een letter. Wie als eerste het woord flip heeft gespeld, die heeft verloren. En degene die het laatste heeft, die is eigenlijk de winnaar. Als je een trick zet, dus eigenlijk voordoet, mag je hem één keer proberen. Als je hem nadoet, mag je hem twee keer doen. Deze jongen zit achter mij even een trucje te proberen. Volgens mij gaat Dante er overheen en meestal onderdoor of zo. Even kijken. Sketchy. We gaan beginnen met de game of flip. Jongens, steen, papierschaar. Steen, papierschaar. Ja. Meestal als af. Dan knip je schaar. Kijk hier. Oh, daar zit jouw schaar. Ja, ja. 3, 2, 1. Wat is dat? Dat is ook een schaar. Dat is een schaar. Kijk dan. Oké, ik ben. Zie wat hier schaar. Oh, jij was de eerste, ik twee derde. Oké, ik moet dus de eerste challenge gaan doen. Het is hier best wel koud in het park, dus we moeten even rustig gaan opwarmen. Dus ik ga even een opwarmchallenge verzinnen. Je gaat deze hele rij met trampolines af. Van elke trampoline naar de volgende een salto doen. Je mag maximaal 2 keer op 1 trampoline springen. Zo niet, dan ben je af. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ho. Hier is de kong. Het begint al goed, jongen. Yes, jongens, nu mag ik een gas zetten. Omdat Bas nu de enige is die opgewarmd, moet de meeste linker vooral opwarmen. Dus vandaar gaan wij hier zo. Frontflip. Heen frontflippen en dan terug backflip eigenlijk. Nee, ik heb het wel eens geprobeerd en het zegt sketch. Dus ik vind het heel knap dat jij dit wel gaat proberen. Ja, oké. Okay. Jij bent ook gefaald. Mees, jij mag. Ik spring van die trampoline hierop en dan een flipper af. Zo, dat ging soepel. En spring. En flip. Oh. Ik vind hem wel leuk, dus ik ga hem nog een keer doen. Maar ik doe hem iets lastiger. Je springt erop. Dan doe je frontflip. Barani. Back double full. Oké. Okay. Tadaa! De eerste die lukt. Ik ben toch wel vrij zeker van dat ik dit wel zo moet kunnen. Dit moet jij sowieso kunnen, anders ben je echt gewoon slecht geworden. 1, 2. Sprong, rom, wanneer. Oh! Maar jij wel 2 tries als je het nadoet. Ja! Hop, hop, spring! Rond. Oh. Je voet, trouwens. Had je door wat er gebeurde of niet? Ja! Jij hebt een F. Amen. Waarom zet ik hem niet in? Was dit al 1 try of niet? Ja. Ja? Nice, meisje. Ja, rond! Ja, 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 doorzet, 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 doorzet. Oh. Nee. Ik landde hier en toen krakte mijn hele rug. Jongens, ik dacht ik doe een warming up en jullie falen hem allebei al. Je krijgt nog 1 sketchy redo, omdat jij hem natuurlijk de eerste keer niet inzette. Als je hem haalt, krijg je een F, oké? Okay? Oké, okay. Als ik hem niet haal ook. Ja. Ja, door, door, door. Heb je, heb je, heb je, heb je. Oh! You okay, mate? Ik zet hem wel in. Maar jij hebt alsnog de F, want je landt hem niet. Oké, Dante, jij bent. Heb je ooit bedacht? Nee. Zoals altijd. Ja. Vertel je plan. Ik ga vanaf deze trampoline hierop springen en dan Cody nog landen. Ja, dus hij gaat Cody inzetten. Die moet minimaal over je hoofd gaan. Ja. Gast, dit is ook echt de meest domme challenge om aan het begin te doen. Weet ik. Oké, okay, let's go. Hoe de fuck haalde je dat? Ja, nu jullie, jongens. Hey Mees, heb je er zin in? Oké, okay, doei. Ik ga hem niet doen. Nee, ga hem niet eens proberen? Nee, ik kan niet eens een Cody, dus nee. Oké, okay, dan wil ik hem wel even proberen. Het is koud hoor, maar. Dus maar krijg je 1 set of met 2 tries? Ja, al die zou je nog halen ook, ouwe. Telde dat al bijna? Ja, dat telde al bijna. Go, 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 ja, 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 ja. Klap op de rand. Telde die 1 of niet? Kusje erop? Ja. Vind jij? Want het was not landed, maar wel semi over mijn hoofd. Wat vind jij? Oké, okay, hij telt niet. Ik heb ook een F. Oh, mijn ballen doen pijn, gast. Holy shit. Ik doe een pull over.
hierin, dan hier naartoe, backflip helemaal tot het eind. Tot de ene laatste, dus niet de grote baan, of tot deze. Oké, okay, pullover, backflip, backflip. Oh, oh, je hebt hem wel. Ik kwam er overheen, dus ik heb hem. Ja, daar overheen is ook goed. Dante, jij. 3, 2, 1, go! Go! Ik ben een meeuw. Ja, easy. Ik ben serieus best bang om dit te doen. Gas! Ik had hem. Oh, die was pijnlijk, ouwe. Ik deed hem wel. Alleen mijn hoofd doet nu een beetje pijn. Het was geen backhand spring, maar backhand spring. Holy shit, dat was sick, ouwe. Oké, okay, ik ga hem niet nog een keer doen, want mijn hoofd doet echt best wel veel pijn. Op die laatste kwam ik precies op het frame met mijn hoofd. Dus jongens, doe het alsjeblieft niet na. Nu mag ik wel weer de volgende trick verzinnen, dus nu moet ik even toe maar zijn letter van krijgen. Mijn challenge is hier aan swing cast, maar dit ding beweegt best wel erg. Dus echt wel sketchy. Gucci. Bob. Oké. Ik weet alleen dat Macy dit niet kan. Ik ga dit gewoon doen hoor. Wat ga je doen? Ja, 100%. Sick. Bob. Ja, je kan niet echt swingen. Die was nog sketchier dan die van mij, of niet? Mm-hmm. Heb je hem nou laatst gedaan bij Jim zelf niet? Nee. Maar ik ben echt zo gewend om gewoon zo mijn arm zo helemaal ja, op de reet van niet. Mij. Ik gooi altijd keihard mijn armen. Huck it, tuck it, fuck it, mate. Yeah. Ik kan niet eens op zo'n hoge bar, dat kan ik niet. Oké, dat betekent FL, ja. FLF. En wie is nu? Jij bent, hè? Ja. Ik wil ze maar naar die vierde springen. Dus naar deze. Ik werk mijn rechterhand vasthouden. Dus vanaf hier, kijk even hoe een afstand dat nog is. En dan springen en dan met je hand aantikken en dan backflip. Ja, dus ginger flip heet dat volgens mij? Ja. Maar dit ding, dit beweegt dus ziek erg zeg maar in deze. Ja, als je maar... Kijk, dit beweegt heel erg. Woehoe! Moet jij eerst of ik? Nee, oké, go dan. Hij zal niet stikken. Hoppakee. Dus dat is die. Hey! Leg je hem ook in één keer? Was best wel makkelijk, als dacht ik. Ik ga een standing side flip op dit blok doen. Side flip? Ja. En je backflip ging doen? Nee, ga ik niet doen. Oh. Dus als je hem landt en je springt er zo af, dan telt hij. Je hoeft hem niet op te blijven Je hoeft niet te stikken, maar je moet gewoon landen. Maar als je zo valt, weet je wel zo, dat telt niet. Hij moet wel echt ja, dus zo. Je moet wel op het middenvlak landen, zeg maar. Yeah. Daar gaat het om. Het klonk ook echt gewoon heel pijnlijk. Dan ben ik gelukkig dat hij dit niet heeft geland, want Dante en ik haten dit echt. De challenge voor Dante is triple full naar dubbel full en de challenge voor Mace is dubbel full naar dubbel full. Ik ga ze even allebei doen, want ja, dat moet. Oh. Ja, dat hoef ik niet te doen. Oh ja, moet binnen één try. Gaan we weer allemaal rond en niks kunnen. Backflip naar je rug, naar pull over full. En backflip naar je rug, naar pull over. Ja, sketchy full, maar dat mag. Ja. Hé, hey, dat was full de verkeerde kant op voor mij trouwens. Echt? Ja. Oh ja, dat was naar rechts. Hey, je moet gewoon eigenlijk op het laatste moment draaien, als je gewoon al klaar bent. Nee, ik ga het waarschijnlijk... Ik ga mijn best doen. Altijd positief blijven. Ik ga het waarschijnlijk niet... Ik ga mijn best doen. Stop, stop! Oké, okay, ik kan okay, nog één try. Oh, ik wilde één. Ik wil daar gewoon naar mijn rug springen. Sukkel dat ik ben. Ja? Ja! Ik draaide op de trampoline nog. Heb je een plan wat je gaat doen of ja. niet? Wat ga je doen? Double back, naar double back. Op deze? Ja. Deze is smal, man. Back. Back. Dubbel, dubbel, dubbel. Oh, oh. Oh. Ik weet niet of ik dit ga kunnen. Ik ook niet. Gast, sinds wanneer kan je zo goed dubbel backs? Sinds ik veel train. Oké, okay, Dante, jij? Nee, jij moet eerst. Ah, kut. Kun je heel even oppassen, anders landt er een heel dik iemand op jou. Nee. je moest daar backflip. Ik deed hem naar bijna op mijn buikflip. Ik zat gewoon vast. Daar spartelt je ook. Nope, ik ben slecht geworden, jongens. Sorry. Dit is Dante. Die doet het sowieso. Jij bent hier altijd de dubbelflip. Ik kan zeg maar twisten en jij kan flippen. Dat is waar. En Mees heeft een grote neus. Yes! Oh. Hij heeft het nog niet in één keer gedaan. Nee, dat is al. Win voor mij. Hij is beter dan jij, man. Ja. Sorry, man. We hebben twee backflip al zo. Greg Rowe, Greg Rowe. Sponsor me, oké? Okay? I'm fucking good.
Ik was echt bang voor die meisjes daarachter. Jij ook? Ik liep net misschien net te hard van stapel, dus ik ga nu gewoon een triple full doen. Macy kan hem niet. Ja, Macy kan hem heel misschien. Wat? Triple full. Nee, Dante kan hem denk ik wel. Dus misschien is dit het einde van de games. Oké, Dante, jij mag. Ja, oh, je had hem wel qua flip twist. Ja, ja. Lekker, schat. Yes. Yo, Mees, je kan het sowieso. Gewoon inzetten, gewoon inzetten. Ja, lekker, schat. Holy shit, Mees, ouwe, dat heb je echt goed gedaan, ouwe. What the fuck? Lekker. Oké, jongens. Dat betekent dat deze jongeman heeft verloren. Ze hebben mij gepest. Ja, we hebben hem gepest, want we deden wel een beetje iets waarvan we wisten dat hij niet kon. Maar dat en ik hebben gewonnen. Yippie! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ja, doe een duimpje omhoog. Zo niet, doe dan ook een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer bij de volgende video. Later. Doei!